Melvin van Stijn, je weet dat Stedelco hier op bezoek komt. Dan denk je, nou, lastig potje. Uiteindelijk winnen jullie met 6-3. Wat voor avond is dit geweest? Jeetje, ja, bizar. Vooral het begin. Na 12 minuten sta je 3-0 voor. Dan denk je van, nou, daar gaan we weer. Een stomme goal, 3-1. Ga je de rust in, denk je van, nou, 2 doelpunten hebben we als weggegeven. Ja, we hebben met z'n allen afgesproken, dan ga je vol die rust uit. En gelukkig viel toen ook gelijk die 4-1. Ja, dan weet je wel dat je die deur, ja, eigenlijk alles plot moet gooien. Gelukkig gewoon nog de 5-1. En dan, ja, wonder bij wonder maak je het toch weer bijzonder spannend. En dan wordt het 5-3. En dan denk je van, nee, hè. Ja, en dan trek je het gewoon nog over het eindsignaal. Ja, maar je zegt het eigenlijk 2 keer. Bij die 3-1 zeg je van, nou, het zal toch niet gebeuren. Bij die 5-3 zeg je, ja, het zal toch niet gebeuren. Is er dan toch nog iets mentaals tussen jullie oren? Ja, het kruipt een beetje in de oren op een gegeven moment. Want het gebeurt zo vaak. En dan hoop je niet dat het nog een keer gebeurt. We hoorden het ook al in de bestuurskamer, hoorde je al dat toen je 3-1 voor stond, dat je denkt van, nou, ga je nou wel een keer volhouden. Ja, en dat hebben we gedaan. Ja, dan win je uiteindelijk met 6-3. Ik zag net, of ik hoorde het in ieder geval, dat het feestje best leuk was in de kleedkamer. Ja, het nummertje links-rechts, dat ging weer. We hadden het van tevoren nog over. En Demir zei al van, jongens, na de wedstrijd wil ik het nummertje wel van horen. Nou, ook nu heb je het nummer weer gehoord. Jij 2 keer gescoord. Vooral jouw tweede. Zeer vrij, zeg. Ja, die tweede, ja, die zat er lekker in. Op de volley. Stef, die zei nog tijd. Ik denk, nou, dat gaat niet. Ik neem hem in één keer op de volley. En hij vloog er mooi in. Die wil ik nog even terugzien, denk ik. Ja, volgens mij Bollestreek Omroep was er gewoon weer bij. Dus ik denk dat de beelden in ieder geval er wel zijn. Die zien we ook terug op jouw social media kanalen. Ik ga hem denk ik wel even op Insta zetten, ja. Overigens zei net voordat dit gesprek begon, Toon Zwetsel scoort vandaag. Mark de Kruijs scoort vandaag. Ik moest ook. Ja, dat dacht ik serieus aan voor de wedstrijd. Ik had die gast even succes gewenst. Even nog bij Toon wezen kijken. En toen zag ik al dat ze allebei al gescoord. Mark 2 keer. En toen dacht ik al van, nou, nu mocht ik niet achterblijven. Dus nou, dat heb ik gedaan. Ook 2 keer gescoord, net als Mark. Het zijn natuurlijk allemaal jongens van Teleden. Toon die voetbalt er nu nog. Nou, die gaat natuurlijk naar Australië. Maar hebben jullie nog veel contact dan met elkaar? Ja, we zitten in één vriendengroep. Dus elke dag spreken we elkaar. En we gaan elk weekend met elkaar om. Nou, volgende week vrijdag is het afscheidsfeestje van Toon. Dus we spreken elkaar elke dag. Ja, we blijven gewoon één vriendengroep. Ja. Vrijdag afscheidsfeestje. Ja, hij heeft natuurlijk zaterdag nog niet meer te voetballen, hè? Maar Mark denk wel. Ja, nee, wij doen het rustig aan. Maar voor Toon wordt het een gek ijs. Ga je vanavond nog een feestje vieren? Want deze 6-3, ja, daar mag toch wel even gevierd worden. Er is bij Teleden ook een feestje, hè, waar ik eventjes heen moet. Maar eerst hier even met die gasten vieren en dan kijken of ik het nog bij Teleden red. En anders zie ik die gasten vanavond wel. Volgende week spelen jullie tegen VVOG. Eigenlijk ook een concurrent. Ik bedoel... Wat heb ik gedaan eigenlijk? 2-2 gelijk, of in ieder geval gelijk gespeeld. Oké, gelijk. Ja, dan wordt het dood of gladiolen volgende week. Ja, want je kan jezelf, als je wint volgende week, zet jezelf op 3 punten met VVOG. Speelt dat nog steeds in jullie hoofd van, ja, het kan nog? Ja, nou ja, we merkten wel dat echt deze week alles eraan moesten doen om nog terug te knokken. Nou, vandaag zijn we begonnen. Ja, overigens nog één laatste dingetje. Vorige week zag ik dat jij gescoord had tegen Sneek en gelijk naar de bank liep. Dat deed je vandaag weer, hoezo? Nee, ik heb wel een afspraakje met Rick van Dijk. Dat als we scoren, dat we wel samen juichen. En ik dacht, nu doe ik het weer. En met de bank, ja, weet je, ik heb er vaak genoeg gezeten. En het is altijd leuk om met die gasten goed even te vieren. Ja, ik wilde dat zelf niet zeggen van, de plek komt je bekend voor, daarom juich je eventjes. Maar je zegt het eigenlijk zelf. Nee, het is, ik vind dat je gewoon met iedereen moet juichen. Ja. Mooi gezegd, dankjewel. Ja, alsjeblieft.